Over de bekendmaking is natuurlijk heel veel gezegd. We hadden een groepje supporters hier in het stadion zitten die voor ons heel veel hebben betekend in de afgelopen periode met de campagne Laat ons weer eens juichen. Nou, die hebben eigenlijk het nieuws eerst verteld. En Matthias was met een heel groot scherm en wat mensen naar de grote markt gegaan. En daar hebben we eigenlijk op hetzelfde moment ook de videoboodschap laten zien. Ja, toen ging het natuurlijk via onze eigen kanalen naar buiten. Ja, wat er die dagen daarnaast gebeurt, dat had denk ik zelfs niemand, zelfs Arjen Robben zelf niet kunnen verwachten. Heb je er al een beetje van kunnen genieten? Ik had in het begin wel moeite mee, omdat het heel veel was. Maar wat ik afgelopen dagen wel echt mooi heb gevonden, is dat je krijgt overal aandacht. Maar wat ik vooral zelf mooi vond, is dat onze hele organisatie ook aandacht heeft gekregen. Hè. Het is nu niet alleen de directeur of de technisch directeur, maar er hebben mensen van ons bij RTV Noord gezeten om te vertellen hoe het filmpje is gemaakt. De merchandise shop is in beeld geweest, de ticketing en eigenlijk is onze hele organisatie teruggekomen. En ik vind dat persoonlijk als directeur wel het mooiste, want dan kon ik rustig naar de achtergrond verdwijnen en daardoor ook eigenlijk een beetje genieten. Ja, die run op seizoenkaarten, op shirts, hoe staat het ervoor? Ja goed, we gaan volgens mij richting bijna de 4000 extra seizoenkaarten sinds bekendmaking van afgelopen zaterdag 5 uur. Over de 2000 shirtjes zijn we inmiddels heen, waarvan het grote deel inderdaad met nummer 10 en Robba op het shirt afgeleverd gaat worden. En dan zijn we maar een week verder en ik ben heel benieuwd wat de toekomst ons daarin gaat brengen, maar dit heeft de club een enorme boost gegeven. Even vooruitkijkend naar die toekomst, hoe ziet het eruit de komende weken? Ja, spelers zijn sowieso nog op vakantie. Die melden zich voor wat testen weer in de week van 13 juli. De eerste training zeg maar, die ze echt collectief op het veld gaan doen is de 20e. Dan gaan we in augustus gaan we wedstrijden spelen. Waarvan we er hopen in ieder geval één of meerdere met publiek te kunnen spelen. Alleen ja, dat is nu nog in onzekerheid omdat ook de protocollen vanuit de KNVB nog moeten komen. En dan kunnen we precies gaan rekenen en doormeten hoeveel mensen we eventueel kwijt zouden kunnen. Het is wel duidelijk dat we als we een wedstrijd met publiek moeten spelen, dan moeten we het in ons eigen stadion doen. En ik hoop uiteraard, en daar gaan we ook alles aan doen, dat we zoveel mogelijk mensen op een veilige manier binnen kunnen krijgen. Alleen daar moeten we de komende weken meer nieuws over kunnen brengen. Ja, en daarnaast denk ik handen uit de mouwen, want ook de commercie wordt volgens mij platgebeld. Ja, nee, inderdaad. Twee skyboxen inmiddels al verkocht aan nieuwe partijen. Heel veel commerciële aanvragen en gelukkig ook, daar gaan we ook echt op zoek naar. Hè. Het moet ook duurzaam zijn. Natuurlijk is het geweldig dat Arjen hier misschien een seizoen komt voetballen. Maar uiteindelijk moet FC Groningen nog 100 jaar bestaan. Dus ook veel sponsors die gelukkig contracten verlengen voor meer dan 1 jaar. Waardoor we ook door kunnen gaan groeien. Dat is heel belangrijk. Uiteindelijk is de ambitie wel natuurlijk gewoon om het beter te gaan doen dan vorig jaar. En uiteraard zo door te blijven gaan groeien. Dus we hebben gewoon een fantastische week beleefd met z'n allen.